En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag ga ik jullie leren hoe je nu een boeket goed inpakt. Want deze vraag heb ik heel vaak gekregen. Mensen willen toch zelf hun eigen gemaakte boeket graag leuk inpakken, maar hoe? Ik laat het vandaag op verschillende manieren zien. Dus laten we gauw beginnen. Dit leuke zonnebloemboeketje inpakken. Een boeketje met een hoog bindpunt. Dus het kan voor een structuurboeketje, een biedermeije. Dus daarvoor is het geschikt. Wat ben je daarvoor nodig? Een stuk folie. Het is belangrijk dat het de breedte heeft van 60 centimeter. Dat heb ik hier ook. En ik heb ongeveer 1,60 lang gedaan. 1,60 meter. Dan doe het folie dubbel. Zoals je ziet. En aan deze kant pak ik hem met één hand vast en aan die kant hou ik hem elke keer weer recht. Het is belangrijk dat deze twee punten goed op elkaar blijven. Dus dat het niet scheef gaat, dan moet je hem echt even recht door. Deze kant hou je hem strak en elke keer pak je hem met de andere hand het volgende stukje. En als er iets scheef gaat, kan je door middel van iets met je vingers te bewegen hem weer recht krijgen. En dan maak je als het ware een waaier. En dan pak je elke keer het volgende stukje. Het volgende stukje. En je ziet, bij deze kant houd ik hem elke keer recht. Zorg dat je dit ook recht houdt, dat je niet scheef gaat. Als je scheef gaat, even een stukje terug. En dat doe je tot je al je folie bij elkaar hebt. En zoals je ziet, heb je dan eigenlijk al een hele mooie waaier. En dan heb je dit eigenlijk recht op elkaar, ook als een beetje trapgewijs. Dan pak je het boeketje. En dan draai je het als het ware eromheen. En je houdt aan de onderkant altijd een stukje waar je hem op vasthoudt. En dat maak je weer vast met een plakbandje. En zoals je ziet heb je dan echt al een super mooie waaier. Onderop doe je even helemaal plakband. En de zijkantjes maak je ook vast met plakband. En dan heb je hem super mooi al ingepakt met alleen folie. En dan ga ik nu een manier laten zien dat nog even een extra touch geeft aan je boeket. Dat is namelijk een klein stukje papier. Ik heb hiervoor gewoon een klein strookje papier gepakt. Je kunt elke kleur gebruiken, je kan ook een stukje krant gebruiken. Ga zo maar door. Een stukje inpakpapier, maar in ieder geval een smalle streep. En verder werkt het eigenlijk op dezelfde manier. Wat je alleen doet, is dat je het stukje papier ertussen legt. En je doet hem helemaal in het eind. Dus dat je echt bij je vouw goed in zit. En dan doe je eigenlijk hetzelfde. Alleen je vouwt deze erin mee. Dat geeft echt een heel leuk effect aan je boeket. En voor de rest doe je hetzelfde qua het pakken en strak houden. Je doet het op dezelfde manier om je boeket. Je trekt het weer iets omhoog. En zoals je ziet geeft het echt een extra touch aan je boeket. En heb je hem extra leuk ingepakt. Ik ga hem even hier onderaan vastmaken en bevestigen. Daarvoor pak je dus een grote stuk plakband en ik doe het er helemaal omheen. En dat doe ik eigenlijk nog een keer, want als je het in het water zet, kan het zijn dat het soms iets oplost. En echt over het plakband. Bevestig ik nog een stuk, zodat het echt onderaan heel goed vast zit en niet los kan. En de zijkantjes maak ik even vast. Zoals je ziet is je boeket dan heel mooi ingepakt. Nou, dan kan je er bijvoorbeeld nog een extra lintje aan maken. Of een leuk stukje touw. Of ga zo maar door. Maar ja, daar kun je natuurlijk je eigen touchje geven. Dan gaan we nu door naar een gemengd boeket of een plukboeket. Want die pak je net op een andere manier in. Omdat die wat langere steel heeft. Zul je dan met zo'n stuk folie op deze manier hem niet helemaal goed uit laten komen. Dus ik laat jullie zien hoe je dan een mooi boeket inpakt. Dan ga ik jullie nu laten zien hoe je een gemengd boeket of een plukboeket inpakt. Dit kun je dus weer alleen met folie doen, maar ook weer met een stukje papier. Je kan ook helemaal voor papier gaan. Ik laat jullie eerst even zien hoe je het met folie inpakt. Je pakt een stuk folie, weer van 60 centimeter breed, ongeveer een meter lang.
En die hou je met één hand ongeveer in het midden vast. Dan pak je het boeket en die hou je op de kop. En je slaat als het ware de folie eromheen. Zoals je ziet heb ik het er helemaal omheen. En dan bevestig je het alvast met plakbandjes. Wat je dan doet, is de stukken folie die te lang zijn. Dus je ziet aan deze kant en aan deze kant. Je kan ervoor kiezen om er bijvoorbeeld een mooie toef van te maken. En daar een mooie lint omheen te doen. Maar je kunt ze ook terugslaan. En dat doe je eigenlijk gewoon door het folie op deze manier terug te slaan. En dan ook weer te bevestigen met een plakbandje. Dat doe je ook aan deze kant. Dan maak je een extra plakbandje vast. En dan heb je het boeket eigenlijk heel mooi ingepakt. Nu ga ik even laten zien hoe je dat doet met een stukje papier erbij tussen. Ik heb dus nu een stukje inpakpapier van ongeveer 50 centimeter erbij gepakt. Die leg ik er achter het folie, zoals je ziet. En voor de rest pak je hem eigenlijk op dezelfde manier in. Je moet nu alleen dus twee stukjes papier, of ja, één stukje papier en een stukje folie vastpakken. Maar je slaat hem er eigenlijk weer op dezelfde manier omheen. Je pakt hem in het midden vast. En je plakt de zijkanten weer vast. Je houdt het boeket dus weer op de kop. Dan heb je weer de lange stukken. Ik sla op het papier naar binnen dicht en het folie naar de buitenkant naar buiten. Het papier doe ik naar de binnenkant. Pas op voor je bloemen. Dat zet je even vast met een plakbandje. Draai ik het boeket even. En hetzelfde doe ik aan deze kant met het papier. Ik sla het naar binnen. En maak het even vast met een plakbandje. Dan sla ik de folie naar buiten. En ook dat maak ik even vast met een plakbandje. Wat dan nog even belangrijk is, is dat je het folie vastmaakt aan het papier. Zodat het niet van elkaar los gaat. En echt goed vast zit. Mocht je het buiten gaan vervoeren. En dan zoals je ziet, heb je dan het boeket echt super mooi ingepakt. Wat je nog kan doen, is wat extra lintjes toevoegen. Of een stukje touw, raffia. Wat je net mooi vindt. Dus ik hoop dat jullie nu goed kunnen inpakken. Vond je dit nou een leuke les? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het YouTube kanaal. En dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's die ik maak. En dan zie je me de volgende keer weer. Heb je verzoekjes? Laat het trouwens hieronder weten in de beschrijving. Of in de opmerkingen. En wie weet behandel ik hem dan de volgende keer. Doeg!